Yeah, de Venka Boys op de radio. En I only kiss, kiss, kiss when the sun don't shine. Nou, dan kom je wel aan je recordpoging toe, want the sun don't shine op dit moment, zeg maar. Het is een beetje bewolkt en regenachtig vandaag. Het kan zelfs nog onweer komen in de loop van de dag. Temperatuur maximaal 10 graden. Vraag 2 jaar geleden dat wetenschappers bekendmaakten dat ze in Zuid-Afrika het oudste en best bewaard gebleven schedel en skelet hadden gevonden van de oudste voorvaders van de mens. Het behoorde toe aan een kleine, volwassen, mensachtige die ongeveer 1,2 meter lang was en 32 kilo woog. De ouderdom is gedateerd op tussen de 3,2 en 3,6 miljoen jaar. Knap, hè, dat ze dat kunnen. En dan komt die grap weer. Nou, alweer? Met dat boek met grappen erbij van Seth Gijkema hebben ze namelijk ook gevonden. Daar lag een boek bij met grappen van Seth Gijkema. Kun je altijd maken voor elke disjockey op dit moment die bezig is met de opleiding op de disjockey school. Kan altijd bij opgravingen ligt altijd een boek standaard met grappen van Seth Gijkema. Ja. En hoe ouder de opgravingen, hoe leuker de grap. hoe ze dat uitzoeken, hè? Wat? Ja, dat is grap. Dat het grappen zijn. Ja, goed. Ja, zeg, wat wil ik zeggen? Oh ja, het is bijna 8 uur alweer. Nu al? Ja. Bakkie! Lekker hoor, zijn we zo terug. Dag. Hoe regelt Pieter zijn bankzaken nog slimmer? Volg hem deze week in Ondernemende Mensen, de serie van de ING-Bank. Hey, kijk, Harriet, wat ik je al wilde laten zien van dat privilege 50-plus pakket is bijvoorbeeld de thuiswinkelservice. Mm-hmm. Je kan kiezen uit 35.000 merkartikelen van breedbeeldtelevisies tot complete vijvers. Dus ze worden gratis thuis bezorgd. Zullen we nou eens even wat spullen voor de tuin bestellen? Ja, dat lijkt me een goed plan. Hoeven we daar tenminste niet mee te slepen. En zie je die mountainbike? Zijn we onder de kerstboom vinden. Dat privilege 50-plus pakket hadden we eerder moeten ontdekken. De ING-Bank. Voor ondernemende mensen. IT-rent, goede. Hallo meneer, ik heb een enorm probleem. Ai. Mijn baas heeft snel een partij IBM laserprinters nodig voor een congres. Oh. En hij wil ze morgen al kunnen gebruiken. Dat gaat lukken. We komen er direct aan. U komt nu naar Noordwijk toe? We zijn al onderweg. IT-rent computerverhuur in Houten. Probleem opgelost. Elke voetbalgek is rijp voor de Toto. Bijvoorbeeld voor Toto Select. Voorspel het resultaat van 3 tot 6 wedstrijden. En voor u het weet is het kassa. Ga even langs bij uw Toto-winkelier. En test uw voetbalkennis bij de Europa Cup wedstrijden van deze week. Handige kan niet. Gratis internetten met One2Move. Ga vandaag nog naar een Shell-station voor een gratis One2Move CD-ROM. One2Move helpt je op internet. Schatje, ik moet je wat vertellen. Oh? Ik moet verhuizen. Maar Peter, dat is het einde van onze relatie. Echt, het is beter zo. En ik verhuis pas 15 december. 15 december al? Ja, want 15 december verhuizen brommers op veel wegen binnen de bebouwde kom van het fietspad naar de gewone weg. Zo zijn brommers een stuk beter zichtbaar in het verkeer. En dat is wel zo veilig. Haal de folder op postkantoor of bibliotheek. Brommers, zichtbaar veiliger. Ja, wat zal ik zeggen? Ajax-uit is altijd lastig. Dus je kijkt thuis. Beleef Ajax-PSV live bij Canal+. Kijk nu voor maar 49,95 per maand. Bel 0900-8350. 44 cent per minuut. Ultra compact, ultra licht, ultra geavanceerd. De notebook van de toekomst heet Lifebook Biblo en is er vandaag al. Met Intel Celeron processor. Fujitsu Siemens Computers. Het is 8 uur. Af en toe zon en ook een enkele bui. Vanavond en vannacht meer buien. Het wordt 9 graden. Trudy Vendrich met het NOS Radio Nieuws. Frankrijk blijft de invoer van Brits rundvlees verbieden. Daardoor koost Frankrijk af op een juridische confrontatie met de Europese Commissie en met de Britse regering. De commissie eist dat de Fransen weer Brits rundvlees toelaten, omdat volgens haar deskundigen het gevaar voor overbrenging van de gekke koeienziekte geweken is. De Britse premier Blair heeft zijn Franse ambtgenoot Jospin gebeld om te protesteren tegen de beslissing. Israël en Syrië gaan weer praten over vrede zonder vooraf voorwaarden te stellen.
De Israëlische premier Barak ontmoet volgende week in Washington de Syrische minister van Buitenlandse Zaken Al-Shara. Dat heeft de Amerikaanse president Clinton bekendgemaakt. De vredesonderhandelingen tussen Israël en Syrië werden in 1996 afgebroken omdat de twee het niet eens waren over de terugtrekking van Israëlische troepen van de Golanhoogvlakte. De regering van Suriname treedt vandaag af. Alle ministers hebben hun portefeuille ter beschikking gesteld en president Weidenbos heeft het ontslag van zijn ministers aanvaard. Waarom de Surinaamse regering vertrekt is niet precies duidelijk gemaakt. Vakbondsleider Derby denkt dat veel bewindslieden bang zijn tegen de lamp te lopen vanwege hun corrupte praktijken en nu proberen aan vervolging te ontkomen. Het kabinet kiest waarschijnlijk voor uitbreiding van Schiphol op de huidige locatie. Volgens het Financiële Dagblad heeft minister Netelenbos in Amerika gezegd dat de vier meest betrokken bewindslieden het daarover eens zijn. Netelenbos heeft in Chicago een luchtvaartcongres bezocht. De Nederlandse ambassadeur Keurner in Nigeria is met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. De ambassadeur wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij mensensmokkel. Hij zou visa hebben verstrekt waarmee mensen uit Nigeria konden worden gesmokkeld. Ook loopt er een onderzoek naar betrokkenheid bij mensensmokkel in de tijd dat Keurner ambassadeur in Sri Lanka was. Het door Serviërs gedomineerde Joegoslavische leger heeft de luchthaven van de hoofdstad van Montenegro bezet. Servië en Montenegro vormen samen de Republiek Joegoslavië. Maar de verhoudingen tussen de twee deelrepublieken zijn al lange tijd verstoord. Zo koos Montenegro tijdens de crisis rond Kosovo de kant van de NAVO. Dit was het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, 24 files in de regio Amsterdam. Files richting Amsterdam op vrijwel alle snelwegen. En de file op de A2 is 7 kilometer en begint bij Breukelen. In de regio Utrecht ook hier alleen de dagelijkse files richting de stad. En in de regio Den Haag de gebruikelijke problemen op de A12 richting Den Haag. Deze file is vandaag 11 kilometer tussen knooppunt Gouwen en Voorburg. En vanuit Den Haag op de A13 staat er 3 kilometer bij Delft. In de regio Rotterdam de dagelijkse files op de A16 richting Rotterdam en op de A20 richting Hoek van Holland. Op de A15 richting Gorkum voor de Botlektunnel 3 kilometer door een aanrijding en de rechte rijstrook is hier dicht. In de regio Arnhem vanuit Den Bosch op de A50 5 kilometer voor Heteren. In de regio Eindhoven op de A67 richting Eindhoven tussen Someren en knooppunt Leenderheide staat 4 kilometer. In het midden van het land op de A28 richting Zwolle tussen Staphorst en Ommen 4. In het zuiden op de A58 richting Breda door een afgevallen lading tussen Wouwse Plantage en Roosendaal Oost 5 kilometer en de linker rijstrook is dicht. Alle cd's zijn nu een tientje goedkoper. En je hoeft er de deur niet meer vooruit. Je koopt ze op het internet. bol.com. En binnen 2 dagen heb je de bestelling in huis. Kom naar bol.com. Goedemiddag. Dag mevrouw, mag ik u iets vragen? Ja, tuurlijk. Kan ik bij aanschaf van een Canon printer gratis een fantastisch Star Wars softwarepakket krijgen? Yes, you can. Canon. De BSC 2000 Bubblejet printer van Canon met de volledige versies van Star Wars Rogue Squadron en Star Wars Behind the Magic. Nu voor slechts €229. Onder andere verkrijgbaar bij Megapol, Radio Modern en Bart Smit. Of kijk op www.canon.nl. Come on over van Shania Twain. Nu een tientje goedkoper bij bol.com. Met Cafuur Chantal, bonjour. Ik vraag permanent. Nou, behoort u al tot onze vaste cliëntel? Nee, dat niet. Oké, uw klantennummer wordt dan CH12357685. 58? Nee, 68. Nou, schik het u over 3 weken tussen 4 en 5. Dan pas. Er is een kapper waar je zo naar binnen loopt. Team Kapsalon. Nu een waardecheck van €7,50 bij Team Kapsalon. Vraag naar de voorwaarden. Kom nu naar QuickFit en profiteer van onze 10-daagse prijzenslag. Kortingen van 10% tot 40% op badden en uitlaten. Ja, tot 40%. Alleen bij QuickFit. Goedkoper kan echt niet. Dus kom nu naar QuickFit, feest mee en profiteer van onze 10-daagse prijzenslag. Afspraak maken? Bij QuickFit niet nodig. QuickFit, al 15 jaar op alle onderdelen beter. Schat, wat denk je van Willem-Alexander? Nou, sorry hoor, maar die kan van mij echt de boom in. En Harry Mens? Ook, hup, de boom in. Betty Bart, Linda de Mol. Ja. Emiel Ratelbal. Oh, die vooral. Ze kunnen van mij allemaal de boom in. Allemaal! Deze week gratis bij Panorama kerstbalstickers van bekende Nederlanders. En let op, er liggen 2 verschillende versies in de winkel. Verzamel ze dus allemaal bij Panorama.
thousand years you've waited for my return. You shall bear witness to the end of days. Schwarzenegger, End of Days. Nu in de bioscoop. Zit u in de auto? Drukt u het gaspedaal dan even heel zachtjes in. Zo voelt het om een Ferrari 250 GTO te bedwingen. Wellicht een nieuwe ervaring. Voor meer nieuwe ervaringen surft u naar Willem, uw eigen free jay op www.frieler.nl. Frieler, een ervaring rijk. Mede door Free Record Shop staat Evers op. Let's make a deal, man. Met nieuwe muziek. Goedemorgen, hartelijk welkom. Evers staat op. 6 over 8, deel 3 van Evers staat op voor 9 december, donderdag en het weekend voor de deur. De eerste 10 maanden van het jaar is het aantal bankovervallen in Nederland aanzienlijk gedaald. De laatste 2 maanden dreigen echt de roet in het eten te gooien. Komt door de Sinterklaas natuurlijk met die roet. En de sterke stijging van het aantal overvallen de laatste paar maanden. In heel Europa nam het aantal overvallen in 1998 met 11% toe tot maar liefst 6.000. En kijkers van het Engelse televisieprogramma Film 99 hebben Star Wars gekozen tot de beste rolprint ook. Ooit. Twee andere films uit dezelfde science fiction reeks, The Phantom Menace en The Empire Strikes Back, haalden ook een top 10. Harrison Ford speelde mee in zowel de winnende film als in de nummer 2 Blade Runner. En Europartners Informatici uit Den Bosch heeft een schikking met Lee Towers over zijn internetdomein getroffen. Het bedrijf had www.leetowers.com geregistreerd. Towers kwam tot ontdekking toen hij zelf het adres wilde gaan gebruiken. En de advocaat van Towers liet nu weten dat Lee kosteloos mag beschikken over het internetadres. En Nederlanders blijken amper illegaal kerstbomen uit bossen te halen. Slechts sporadisch betrapt een boswachter iemand die zojuist een fijnspar heeft omgezaagd. Dus dat komt echt heel zelden voor. En boswachters, dat heb ik straks ook al gezegd, die zie je ook bijna niet weer. En zie je een boswachter, dan loopt hij meestal met een tros banaan op zijn rug. Dus. We hebben leuke muziek de deur. Han van Dijk komt voorbij. Foreigner, die zag ik vorige keer al draaien. Die neem ik deze uur even mee, beloof ik hierbij plechtig. En ook de Backstreet Boys, je hoort het allemaal binnen nu. En de uur voorbij komen.